You know, sense is smoke a segment right now. What is sense? Anthony B and Ziggy, yeah, ready to raise it up like a molly, two bats and Biggie. How you mean? Check it out, you know me. Raise it till my eyes turn red. En de wet zegt, het moment dat je bezig houdt met drugs, is het strafbaar. Juni is de Wereld Antidrugsdag. En in dat kader daarvan houden wij dus een open dag voor ouders, voor opvoeders en voor het totaal steunsysteem. Want er zijn meer mensen om één persoon, zeg maar. Ik denk dus eerder aan de werkgever, aan de kerkleiders, aan vrienden, aan buren, weet je, zijn voetbalteam of sportorganisatie waartoe de persoon dan lid van is. Dit is alles wat we in beslag hebben genomen van mensen die zich bezighouden met drugs. En de wet zegt, het moment dat je bezighoudt met drugs, is het strafbaar. Dus dat wil zeggen, als gewoon drugs bij jou is, je doet niets ermee, maar drugs is bij jou. Het is bij jou opzak, het is strafbaar. Als je gaat verkopen, is het strafbaar. Als je gaat kopen, is het ook strafbaar. Als je het gewoon zo gaat verdelen, vrienden onderling en dergelijke, is het strafbaar. Dus alles wat te maken heeft met drugs. Het moment dat je erbij betrokken bent met drugs, tori en dergelijke, dan is het strafbaar. Ja? Dat staat in de wet. En hier zijn allemaal verschillende drugsoorten die we in beslag hebben genomen van mensen die zich bezig hielden met drugs. Ja? Dus wij hebben hier een stukje hulpverlening vanuit het psychiatrisch centrum Suriname. We hebben de polykliniek verslavingszorg. We hebben de detoxificatiekliniek en dat is dus de opnameafdeling van ons, waar mensen opgenomen worden die dus ernstige problemen hebben vanwege hun gebruik. Daarnaast hebben wij, en dat vinden we ook belangrijk, hebben we dat stukje nazorg voor de mensen die ons reguliere behandeling en begeleidingsprogramma hebben afgerond, bieden wij nog een stukje natraject aan. Omdat we weten dat verslaving heel lang kan duren en dat mensen heel lang ook mee worstelen. Dat is eigenlijk vrij logisch, omdat als je jarenlang gewend bent een bepaald leven te leiden, dat dat niet in 6 weken ongedaan gemaakt kan worden. Ja, dus je blijft nog langer in het zorgtraject. Daarnaast hebben we hier ook de politie uitgenodigd, omdat het belangrijk is voor ouders om te weten hoe het eruit ziet. Om te weten dat een wikkeltje niet een gewoon wikkeltje is, maar dat er wel iets bevat dat wel schadelijk is voor hun kind. Ja? En dat ze ook de informatie kunnen krijgen van de politie waarop ze kunnen letten, dat ze weten dat er in de omgeving van hun kind drugs wordt verkocht. Ja, en het is een onveilige situatie en iedereen wil hebben dat kinderen in een veilige situatie opgroeien. En zo kan je dus ook een bijdrage leveren als ouder, zodat je dan kan zien en ook wat eraan kan doen. Dat kind is nog jong, het gevaar zit er ook bij dat die zelf mee gaat doen, omdat het voor hem of voor haar misschien prettig lijkt, gezellig lijkt om er mee te doen. Maar de gevaren zijn duidelijk aanwezig. Een van de meest bekende, wat veel geld oplevert, is cocaïne. Ja? Dit, zo ziet een verpakking eruit, is een voorbeeld van een verpakking. Hier wat binnen is, is echt. Ja? Natuurlijk zijn er grotere verpakkingen. Ja, maar zo wordt het dan vervoerd van land tot land. Ja? Het kan zijn dat zo'n verpakking netjes verpakt is in cadeaupapier. De persoon, iemand nadert jou en zegt van, hey, breng het voor mijn zusje in Holland. Zo wordt jaren. U weet het niet, u neemt het. U gaat ermee naar luchthaven. Ja? En dat ding is bij u aangetroffen. Men gaat zien van, oké, maar wat zit erin? U gaat het open moeten doen. En wanneer de verpakking eruit is, dan ziet men, het is cocaïne. Drugs is bij u aangetroffen. En bij de persoon bij wie drugs is aangetroffen, wordt die persoon opgesloten. Ja, dus u moet voorzichtig zijn met dit soort dingen. Voorzichtig zijn met uw ID-kaart bijvoorbeeld. Alle legitimatiebewijzen, paspoorten en zo. Want dat wordt ook gebruikt om dit
te verposten, te posten en weet je, van het ene land te brengen naar het andere land. Dit ding brengt heel veel geld op, maar er is een grote maar. Er komt een hele grote vloek op je. Ja, want je bent bezig mensenleven te vernietigen. Dus je gaat op den duur veel geld krijgen en dat is lood is maar. Ja, dat veel geld. Maar er komt een hele grote vloek op je. En als de politie in beeld komt, dan word je dan opgesloten. Krijg je zoveel jaren van de rechter, maar je gaat opgesloten worden daarvoor. Dus het is geen gezegend geld. Liever ga je dan hard werken voor je geld en dan weet je van, het is gezegend geld, maar om andere mensen te gaan vernietigen met dit soort dingen, het heeft geen zin. No? Het heeft geen zin. En het mooie ervan is, men denkt van, oh, ik ga met dit naar het andere land en wanneer ik terugkom, ga ik grote huizen bouwen, ik ga percelen kopen, ik ga dit doen, ik ga zoveel auto's hebben en dergelijke. Maar wanneer ze daar aankomen en de politie houdt je aan, dan komen al jouw mooie fantasieën te vervallen. Ja? En dat is de realiteit. Men gaat ervan uit, ik ga het goed hebben wanneer ik terugkom, maar meestal, je komt terug, maar dan in de boeien, je gaat achter de tralies. Dit zijn die balletjes die worden geslikt. Bepaalde mensen kunnen bijvoorbeeld 10 inslikken, andere 20, 15, 30, 40 zelfs. Maar als dit kapot gaat in jou, dan ben je ook eraan. Ja? Helemaal gelijk. Ja? Dan ben je dan direct dood. En men gaat ook ervan uit dat, ja, ik ga zoveel slikken en wanneer ik terugkom, ga ik zoveel dingen kopen, dit, dat, zo, zo. Ik ga iedereen sponsoren en zo. Maar als een van dit kapot gaat, ja. Of als de politie erachter komt, ja, dat je bijvoorbeeld hebt geslikt of zo, we hebben informatie gehad, dan word je dan opgesloten. Ja, de, al je dromen gaan dan, ja, worden dan gewoon in de wind geslagen. Dan heb je andere vormen van cocaïne. Hier heb je pastavorm. Het lijkt zo eenvoudig, maar het is cocaïne in pastavorm. Zo gaat het van land tot land. Je hebt ook cocaïne in katoen verwerkt bijvoorbeeld. Ja. En men praat over sukru, sukru, sukru. We hebben uiteindelijk hier die sukru. Dit is sukru in poedervorm. En dan heb je sukru hier in blokvorm. Ja? Zo'n blokvorm, een stukje wat ervan heeft gehaald, wordt fijn gemaakt. En dan wordt het op zo'n, komt het in zo'n wijze. En met zulke kleine verpakkingen, zo wordt het dan verkocht. En die sukru is heel gevaarlijk. Niet dat die anderen niet gevaarlijk zijn. Maar dit is een van die middelen die ze gebruiken om bijvoorbeeld jongens en meisjes te verkrachten. Maar niet alleen jongens en meisjes worden verkracht, maar ook grote mannen en vrouwen. Dit kan makkelijk gezet worden in hapjes, in drankjes, in snoepjes, in chocolade, in gebakken kip of patat. Zo makkelijk het is het. En men gaat en men biedt het bijvoorbeeld aan een kind. Dat kind weet het niet. Dat kind zegt van ja, ik wil chocolade, ik wil dit, ik wil stroop, ik wil sap of zo. En die persoon neemt het en drinkt het. De persoon begint direct onwel te voelen. En zo worden die jongens en meisjes meegenomen. Maar heel wat mensen denken van al die meisjes worden verkracht. Ook jongens. Ja, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar. Op het nieuws hoort u zelfs dat baby's seksueel worden misbruikt. Ja? Dat is de realiteit. Maar niet alles komt zo op het nieuws. Niet alles gaat u zien in de krant. Niet alles gaat u horen via de radio. Maar die dingen gebeuren. En vooral met onze jongeren. En dan heb je ecstasy tabletten die ook in drankjes worden gezet. We hebben enkele voorbeelden hier. Dit zijn die tabletten en dit is in poedervorm. Dit kan makkelijk worden gezet in drankjes, vooral bij feestjes. Men zegt van je moet je drankje niet zomaar daar laten en bijvoorbeeld naar het toilet gaan. Want wanneer je terugkomt kan bijvoorbeeld zo'n tablet erin verwerkt worden. Zeer gevaarlijk. Maar de mensen gaan ervan uit van ai. Ik ga het erin zetten. Ik kijk een tijdje naar die dame daar. Ik wil er bijvoorbeeld. En dan gaan ze alle moeite doen om dit erin te plaatsen. Men is zodanig professioneel gaan worden dat men bijvoorbeeld een van die tabletten hier kan schuilen onder een nagel. Men praat gewoon met die dame. Die dame weet het niet. Ze praten zo deskundig met die dame. Die dame gaat denken, oh, het is een vriendelijk persoon. Terwijl die persoon probeert een kans te vinden om dat ding los te laten in dat drankje. En wanneer die dame dan niet kijkt, op een onbewaakt moment, ja, kijkt die dame niet, die tablet is hier onder die vinger, en dan gaat het daar in dat drankje. Dame weet het niet, dame denkt altijd, oh die man is zo vriendelijk, die man lacht zo, heb je? Ik kan die man vertrouwen, en hij staat
begint die dame niet goed te voelen, dame wordt amine genomen. Dat zijn de gevaren van enkele drugsoorten hier. Stel ja? dat je tegenkomt bijvoorbeeld bij iemand, je ziet het als ouders. Ja, ja. Wat moet je doen? Oké, het eerste wat je moet doen, u bent als ouder. U gaat die persoon, misschien weet de persoon niet dat het strafbaar is, want bijvoorbeeld bij een kind, toch, een leerling, een student, meestal weten ze niet dat dit ding strafbaar is. Maar u bent op de hoogte daarvan, u begint dat kind gelijk voor te houden. Dit soort dingen zijn strafbaar. Toch? Wat u kunt doen om zoveel mogelijk met dat kind te praten, probeer dat kind dan als het ware die positieve boodschap te geven van luister, als je dit en dit en dit doet, snap je? Dan kan bijvoorbeeld de politie er in beeld komen en zo, snap je? Maar er zijn bepaalde instanties waar je kan gaan om bijvoorbeeld af te kicken indien je misschien verslaafd bent. Ja? Dus dat zou je eventueel kunnen doen. Ja? Maar probeer zoveel mogelijk met dat kind te praten, want met het gebruik van dit, ja? dan gaat dat kind denken van het is normaal, terwijl het geen normale ding is. En het moment dat iemand vindt dat drugsgebruik normaal is, gaat op den duur verslaving intreden. Ja? En voor wanneer verslaving komt, gaat verslaving niet melden van, oh, over een week ga ik komen hoor. Dus wees voorbereid. Wanneer verslaving komt, komt het gewoon zo in één keer. En wanneer hier, weet je, die hersenen en dergelijke, weet je, ze kunnen het niet meer verwerken dan, is het te laat. Ja? Dus probeer zoveel mogelijk met dat kind te praten. We hebben afdeling jeugdzaken, dat is bij Limmensgracht, oftewel Opa Dolly. Als het gaat om een student, een leerling, een kind. U kunt altijd langs daar komen om dat kind te laten begeleiden. We hebben ook een maatschappelijke dienst daar voor het begeleiden van dat kind. Er zijn politieambtenaren daar speciaal getraind daarvoor om dat kind te wijzen op die gevaren. Wat allemaal te wachten staat als je zo doorgaat met drugs. Dus dat materiaal moet je niet weghalen en te brengen naar de politie ofzo? Ja, dus als u de gelegenheid hebt om dat te doen. Dan houdt u het. U kunt ook gelijk bellen naar INIV. Ja? Laat de politie, plaatselijke politie naar daar toe komen. Dat kunt u ook doen. Ja? Ben ik daar beschermd? Ja, dus als het bijvoorbeeld gaat om uw eigen kind, dan is het wat anders. Maar als het gaat om een doodvreemde student of zo, ja. Dan ziet u het. U denkt op basis van uw veiligheid en er geen probleem. U belt gewoon naar INIV. Ja? U hoeft uw naam niet te noemen, maar u belt naar INIV. U geeft door op zo'n locatie, zo. Vermoedelijk wordt er daar drugs verkocht of gerookt of gebruikt of zo. En ik zie daar een crusher. Ja? Dan kunt u dat doorgeven. En de plaatselijke politie die gaat dan uitreden om naar daar toe te gaan. Wordt er een onderzoek gedaan. En als daadwerkelijk men treft drugs aan, dan worden die mensen meegenomen. Maar wanneer u die melding doet, hoeft u niet die naam door te geven. Ja? Maar als het gaat om uw eigen kind of familie of zo, en u ziet dit bij hem of bij haar. Je kunt het van de persoon nemen, toch? Praat zoveel mogelijk met de persoon. Toch? U kunt bijvoorbeeld ook met de persoon langskomen bij Opa Dolly. Ja, Limmensgracht. We bieden begeleiding aan. We hebben ook de opvang voor de mensen die struggelen, die echt vechten met het probleem. En de hulpverlening is dus hier aanwezig. De enige vanuit de overheid.